Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Hoor de engelen zingen dier van de nieuwgeboren Heer. Vrede op aarde, het is vervuld. Hij verzoent der mensen schuld. Voegt u volken in het koor, dat weer klinkt de hemel door. Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem. Hoor de engelen zingen weer van de nieuwgeboren Heer. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Hij die heerst op zemels troon, Heere Christus, Vaderszoon, wordt geboren uit een maagd, op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, voordat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in.
Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft.